kijken. Staan er geen gekke dingen op? Staat een kerstboom op? Ajax logo. Ajax logo staat erop. Mark, welkom. Je hebt bij ons de cursus gevolgd. En zou je je eerst even willen voorstellen? Nou, ik ben Mark Kuipers, ik ben 21 jaar, ik kom uit Haarlem. En daarom zit ik hier. Oké. Om babyfluisteren te doen. Ja. Hey, en heb je al eerder iets gedaan op dit gebied? Niet als cursus, maar wel heb ik een coach en die me hielp om bewuster te worden. Oké. Maar heb je ooit iets van reiki gedaan of energetisch werk? Ja, energetisch via die coach wel, hoe het in zijn werking gaat, maar niet een cursus gevolgd ervan. Oké, dus dit is de eerste cursus waarbij je echt... Ja. Oké, duidelijk. Wat heb je hier willen leren? Nou, om telepathisch eigenlijk contact te krijgen met mensen, kinderen of dieren dus dan eigenlijk ook. Okay. Dus eigenlijk telepathisch contact. Maar het was eerst voor baby's en dat ik hoorde later op de cursus dat het gewoon met alles ging. Dus ja, dan is telepathisch contact in het algemeen. Oké. Okay. En is je dat gelukt ook? Ja, dat is zeker gelukt. Vertel eens. Ik heb een dochter van Angelique. Die heet Elijn. En daar heb ik telepathisch contact mee gehad. En wie is Angelique? Dat is ook medecursist. Hey, en wat is je algemene indruk van het gesprek? Ja, dat het best wel bijzonder was. Dat ik in één keer zat en dat er een hele grote glimlach op mijn gezicht kwam. Precies zoals het babytje eigenlijk lachte. Okay. En precies specifiek het geluidje wat ze in de wieg hebben hangen. En dat van, is? En dat kon je zo nazingen? Of? Ja, ik zong het ook na. Okay. En toen moest Angelique heel erg de lach inhouden. Ja. Want dat kwam me heel bekend voor. Leuk. Hey, en wat heb je nog meer waargenomen? Dat ze heel gevoelig was. Dat ze indrukken van buitenaf kreeg. En een witte knuffel. Ja, dat ze moest hoesten, dat ze net verkouden was geweest. Dat ze alleen sliep in de kamer, dat er wolkjes op de muur zat. En noem maar op eigenlijk. Ja, noem maar op zou ik zeggen. Ja, even kijken. En bijna de gebitgoed, hoeveel tandjes ze had. Niet helemaal, maar het kwam in de buurt. Toen kwam even mijn ego opspelen. En dat betekende? Dat je verstand erbij komt, je ratio. Ja. En hoe wist je dat? Nou, omdat het een kind van 11 maanden was en ik begon ineens over oorbelletjes, twee staartjes en dat ze gelakte schoentjes had. Toen dacht ik, even die ego wegzetten. En toen ging het weer goed. Toen vroegen ze wat ze lekker vond te eten. Dat was havermoutpap. Klopte ook. Dat de vader sportief was en heel lang, was 2 meter, was hij ook. Ja, dat kind, dat vader ook voor grapjes hield. En liefdevol was en een blij gevoel dat ze dat van de vader kreeg. Dat het huis af en toe naar wierook rook. Nou, of er gerookt werd, werd er niet, maar het ook wel naar wierook. Ik vertelde over een tafel dat was van glas en dat de glas kapot was gegaan. En dat leek als, voor mij niet inbeeldend, leek het op een tafel waar zand in zat. Dus het was half goed, maar het kwam wel in de buurt en dat vond ze wel opvallen. Dat het zo specifiek iets kon weten. Ja, en toen vroeg ze eigenlijk van waarom ze zo slecht sliep. Dat was extra vraag. Dus ik kreeg op een gegeven moment hier last van mijn nek. En dat haar matras, dat ze daar niet echt lekker op kon liggen. Dat ze hyperactief werd in de bed. En dat het gewoon pijn deed, in de kant van de nek en zo. En daarna zei ze nog heel liefdevol dat ze een heel blij gevoel en lieve ouders had en een warm hart. De ouders. Oké, dankjewel. Wat vond Angelique van dit gesprek? Ja, ze vond het bijzonder.
Dus ze kon haar kindje er wel in herkennen. Ja, dat kon ze zeker. Dus ja, ook dat met een lach op de gezicht, dat ze al eigenlijk meteen dacht, ja, hij heeft echt contact ermee. Dat zei ze ook achteraf. Oké, dankjewel. Er is nog iemand geweest die met iemand heeft gesproken die jij hebt ingebracht. Wat? Ja, Annieke, die heeft met mijn moeder contact gemaakt. Oké, en wat is daar uitgekomen? Wat voor specifieks? Ja, dat ze altijd, eigenlijk altijd klaar staat voor anderen. En dat ze ja, de anderen eigenlijk altijd voortrekt. En dat de anderen allemaal een beter gevoel moeten hebben daarna. Nou, dat is ook wel correct. En dat ze ja, heel liefdevol is en dat soort dingen allemaal. Oké, en feitelijkheden, dus de omschrijving van het huis. Wat ja, dat is niet gedaan, want dat stond niet in de vragen bij de volwassenen. Oké, en sporten en hobby's? Nee, dat had ze goed, want mijn moeder had geen hobby's, heb ze wel. Maar ze sport zei ze meteen nee. En de hobby was ja, toch weer met mensen werken, helpen en doen. En dat klopt ook weer, want ze had een gehandicapte drumband. Daar doet ze steeds ook al precies eigenlijk haar werk, is ook weer de hobby. Want ze werkt in de zorg, dus ja, dat komt precies eigenlijk op hetzelfde neer. Dus dat beschreef ze ook als hobby. Oké, dankjewel. Hey, wat is jouw algehele indruk van de cursus? Ja, bijzonder. Vooral ja, die stilte lopen door het bos, een mooi natuurgebied. Ja, het intieme groepje, want we hadden best een klein groepje. Dat was best ja, leuk en de klik was er ook. Ja, de meditaties waren bijzonder. Ik heb nooit, ja, meditatie heb ik nooit bij stilgestaan, dus dat is ook weer voor het eerst. En dan ook eigenlijk geleidelijk. Dus dat was ook best wel succesvol. Ja, en de dag voor dat we dit gingen doen, was eigenlijk een ego-killer. Dat ja, alles fout hebben en bijna alles fout. En dan denk je van, nou, het zal allemaal wel. En de volgende dag, ja. Zulke stippen verdienen. En waar staan die stippen voor dan? Ja, hoeveel buitenzintuigelijke waarnemingen je hebt gehad. Oké. Okay. En jouw cursusgroep. Het is natuurlijk al heel dapper dat je hier het woord wilt doen voor de camera. Maar jouw cursusgroep, bestond dat uit Ajax-fans? Of wat voor mensen waren dat allemaal? Ja, alleen maar vrouwen. Alleen maar vrouwen, oké. Okay. En allemaal een stuk ouder dan mij. Ja. Ik denk dat het de jongste was. En ik denk rond een jaartje of 40, 50 denk ik. Oké. De meeste. Dankjewel. Zou jij anderen deze cursus aanbevelen? Dat zou ik zeker doen. Zeker als ze bewust willen worden. En ook telepathisch contact willen maken met dieren, mensen hoor. Of met alles om je heen. Oké. Is er iets wat je nog verder zou willen zeggen? Nou, dat het een hele leuke cursus was met twee hele liefdevolle vrouwen. En ja, en dat het gewoon heel gezellig is. Oké, nou Mark, super. Heel erg blij dat je dit hebt willen vertellen. Ik hoop dat we binnenkort meer mensen over de drempel kunnen trekken. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Goeie reis naar huis. Ja, dankjewel.